aan, die gaat er zo helemaal van ronddraaien. En die maakt dan telkens de cirkel rond. En had de maan, dus dat is hetgeen dat nu aan het gebeuren is, voor de zon. Dus wij zitten allemaal hier. De zon staat daar. En de maan die zit in feite gewoon in de weg om de zon te kunnen zien. En omdat de aarde draait en de zon blijft op de achtergrond, gaat de maan terug verder doorgeschoven worden. Van dat licht van de zon moeten wij nu proberen elektriciteit te maken. Hoe doen we dat? Door energie op te vangen met de zonnepanelen. Dat wordt dan omgezet van gelijkstroom, dat is nu net iets moeilijk voor jullie, van gelijkstroom naar wisselstroom. En dat gebeurt hier in die omvormcabine. Ja, als we dus heel stil staan, gewoon niet meer bewegen. Dan blijft het ongeveer 50, hè? Oké, dus we noteren het 50. Dus wat we gaan doen is die gewoon zo houden, zodanig dat je eigenlijk verticaal naar boven wijst. En ga je zo meten. Al die mist. Desondanks, dus er zie je toch dat zelfs door de mist de energiemetingen duidelijk zijn. Niet, hè? Ja, vanmorgen ook. De grootste familie.